De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter. Aflevering nummer 7. En binnenkort komen de mannen van de MAG hier, de motoractiegroep. Gaat het natuurlijk weer over hardrijden en herrie maken. Gaat het weer over geluid. Ja. En we gaan nog een protestritje doen. We gaan nog, circuitrijden. We gaan nog circuitrijden en je moet naar elke aflevering, althans je moet niks. Maar het zou leuk zijn als je naar elke aflevering van de podcast luistert. En zeker naar die aflevering van circuittraining. Want we gaan wat leuks weggeven als je naar die podcast luistert. Maar nu in deze aflevering van de Motorpodcast. Een laagje lipgloss en heel veel girlpower. De Motormeiden zijn bij ons te gast. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ja, het is toch nog steeds een beetje ongewoon dat een vrouw rijdt. En ik kom dus eigenlijk helemaal niet uit een motorfamilie. Maar toen ging mijn oom een Harley rijden en was toch wel verkocht. Veel vrouwen denken, oh spannend, ga weer motorrijden na mijn bevalling. Mijn vader die had een paar posters van Harley Davidson op zolder hangen. Waar ik altijd al een beetje verliefd naar keek. Ik snap wel dat mannen dat leuk vinden hoor. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van de motormeiden. Meiden, welkom. Ja, hi. Ja, dankjewel. Hallo. In de studio hier, motormeiden Richelle en Valerie. En we houden Tessa aan het lijntje, een digitaal lijntje. Want zij zit nog in België, in de buurt van Gent. Ja, ik bel met een lijntje vanuit Vlaanderen. Maar volgens mij kunnen jullie mij perfect verstaan. Het perfect. Is alsof je hier bent. Maar wat ik al zei, we houden je aan het lijntje. Dus jij kan verder niet echt hard ingrijpen. Dus je bent een klein beetje van ons afhankelijk. Maar jij bent wel degene die het Motormeidenplatform gestart is, toch? Ja, nee, dat klopt. 2 jaar geleden. Toen dacht ik, nou, er is eigenlijk zo weinig voor vrouwen die motorrijden. En ik kende zelf eigenlijk weinig vrouwen die ook motorreden. Toen dacht ik, nou, dan ga ik zelf een clubje opzetten in de hoop dat ik andere vrouwen ontmoet. Maar, en dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Hoe bedoel je uit de hand gelopen? Nou ja, we hebben bijna 4000 leden op Facebook. En op Instagram zitten we ook al over de 7500 volgers. En er komen er iedere week komen er weer een hele hoop bij die het ontdekken. En denken, hé, wat leuk. Een platform speciaal voor vrouwen. En jij bent in je eentje begonnen? Ja, ik ben in mijn eentje begonnen. Maar na een jaar toen dacht ik al, jeetje, dat stijgt me echt de pet te boven. Ik heb wat hulp nodig, want ik organiseer dan ritten en leuke artikelen schrijven we, speciaal voor vrouwen. En we doen interviews. Toen dacht ik, nou, ik heb gewoon volgens mij een team nodig die dit ook hartstikke leuk vindt. Dus binnen een jaar had ik Richelle er al bij. Dus, en nu zijn we met z'n tienen. Dan runnen we zeg maar dat hele platform. Team Motormeiden. Richelle was motormeid nummer 2. Ja. Nou, ongeveer. Ja, vanaf het begin bij. En toen kwam Valerie kwam er later bij. En het team is zeg maar flink uitgebreid. En elke keer bedenken we weer leuke dingen om de motormeiden van Nederland en België te verrassen. Zoals reviews en we gaan weer nieuwe motoren testen. Of we bedenken een leuke rit of een workshop. Nou ja, wat vooral ook leuk is, je hebt het over ons team, maar eigenlijk is het platform gewoon van iedereen. En wij zijn degene die dat even samenbrengen en op papier zetten. Maar de hele community, daar hebben we zeker wel de input van nodig. Is het wel nodig? Ja. Oké, kort antwoord. En waarom dan? Waarom? Waarom is er een motormeiden platform? Waarom niet? Ja, dat ten eerste. Het is sowieso gezellig natuurlijk om mensen met dezelfde passie bij elkaar te zetten en daarover te kletsen. Maar wat we heel veel merken is dat de meiden niet echt ergens terecht konden met hun vragen. Als vrouw zijnde heb je andere vragen dan als man zijnde. We hebben bijvoorbeeld laatste, daar kan Tessa wat meer over vertellen. Vragen over zwangerschap voorbij zien komen. Ja, daar spelen wij dan op in. Ja, dat houdt mij niet zo snel bezig. Maar Tessa, vertel eens, wat voor vragen komen er dan binnen? Ik ben onlangs bevallen van een zoon. En toen kwam ik zelf voor de keuze van, tot wanneer kan je motor rijden? Is het überhaupt wel verstandig? Wanneer stap je weer op? En hoe werkt dat dan? En toen heb ik een verloskundige en een vroedvrouw
benaderd die ook motor reden. En toen hebben we zeg maar een interview daarmee gedaan. En die vertelde dan hoe en wat, tot wanneer je kan rijden. Of het verstandig is. Waar je moet opletten als je weer op de motor gaat stappen na een bevalling. Dus het zijn eigenlijk heel veel vragen die de motormeiden zelf ook hebben. En nu de antwoorden graag? Ja. Kan het? Je kunt het artikel lezen. Nou, ja. De antwoorden, je moet doen waar je jezelf goed bij voelt. Dus op een gegeven moment kan je je pak natuurlijk ook niet meer aan. Die gaat niet meer over die dikke buik. Dus ik heb zeg maar gereden tot aan 4 maanden. En toen ging die motorbroek niet meer dicht. Toen dacht ik, het gaat ook wat glad worden buiten. Het werd winter. Toen dacht ik, het is verstandig om de motor lekker binnen te zetten. Dus je kunt doorrijden totdat je pak niet meer dicht kan. Ja, laten we daarop houden, precies. Inderdaad. Ja, en dan opstappen. Je moet gewoon, veel vrouwen denken, spannend, ga weer motorrijden na mijn bevalling. Maar dat moet je gewoon heel rustig opbouwen. Ik stapte weer op de motor na 4 weken. 4 weken nadat ik bevallen was. Toen dacht ik, ik wil zo graag weer gaan rijden. En, waar stap je op? Waar stap je op? Wat rij je? Gewoon voor de deur. Maar... Nee. waar stap je op? Waar? Ja, gewoon. Het wat was voor motor? Nieuw, wat voor motor rij je? Oh, wat voor motor rij je? Sorry. Ja. Suzuki GSR rij ik. Oké. Ja, het is ook mijn eerste motor die ik 4 jaar geleden heb gekocht. En ik ben er eigenlijk zo blij mee. Ik heb al een hele hoop motoren ook getest. Maar elke keer denk ik, ik ben eigenlijk toch wel blij met de motor waarmee ik nu rijd. Dus de rest moet mij nog steeds een beetje overtuigen. Maar dat is totaal anders dan wat jullie rijden. Valerie, er staat hier een Harley voor de deur. Ja, Harley Davidson Street Rod. Ja. Klopt. Jouw eerste bike? Dat is mijn eerste bike. Ja, die heb ik sinds 2018. Oké. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik pas niet overal op. Ik ben 1,63. Dus dat is niet zo heel groot. Dus je moet wel een beetje rekening houden met wat je gaat rijden. Dus, valt er dan heel veel af wat je niet kunt rijden? Ja, er valt wel heel veel af. Maar er is ook zoveel op de markt waar je uit kan kiezen. Het is ook wel leuk, want Valerie, jij bent expert voor kleine motorrijders, hè? Yes. Daar test ik de motoren meestal voor. Okay. Dus laatst dus een Yamaha MT-03 getest. En was je goed met je voeten bij de grond. Dus vragen over pas ik op de motor kwam altijd bij jou terecht. Meestal wel, die worden doorgeschoven naar mij. Wat rij jij, Richel? Een Yamaha Dragster 1100. Ook een totaal ander type? Ja. Ik merk toch altijd dat er veel iets sportievers rijden. Maar ik vind het wel leuk om een beetje breed en boem, boem, boem ergens binnen te komen rijden. Ja, Je valt wel op met je gouden helm. Ja, een gouden glitterhelm op. Gouden glitterhelm. Een motormeid op mijn rug. En ik kan heel makkelijk iemand mee achterop nemen. Dat is ook al vele keren handig geweest. Oh, die foto moet je even delen van die gouden helm. heb je meteen reden als je nu luistert om ook eventjes onze Insta te volgen. @demotorpodcast. Dan zie je de gouden helm van Richelle voorbij komen straks. Ja. Hoe lang rij jij al dan? Eigenlijk nog maar 3 jaar. Maar wel veel gereden. 2 keer op vakantie ook geweest. Dit is al mijn tweede motor. Ik reed voor een Suzuki Savage. Eigenlijk net iets te klein voor mij. Maar heel fijn om mee te beginnen. Ja. Dus, waarom ben je begonnen met motorrijden? Waar is jouw passie begonnen? Mijn vader die had een paar posters van Harley Davidson op zolder hangen. Waar ik altijd al een beetje verliefd naar keek. En als ze dan ergens buiten waren en er reed wat voorbij, dan draaide die zijn nek om. Dat kijk je mee. En op een gegeven moment ook weer een motor aangeschaft. En toen ben ik achterop gegaan. Ja, dat was zo leuk. Ja. Was je verkocht? Ja. Dus, en inmiddels ook een traditie om met Vaderdag samen te rijden. Ja, dat is natuurlijk ook onwijs tof. Ja. Een soort van motormomentje. Ja. Met vader samen rijden. Ja, ja. Hey, en Valerie, waar is het voor jou begonnen? Ik denk dat ik zo'n jaar of 7 was, riep ik al van ik ga later eerst mijn motorrijbewijs halen en dan mijn autorijbewijs. Nou, dat is niet gebeurd hoor. Maar vroeger kregen wij ook wat Harley Davidson merchandise. Mijn vader werkte in de auto's en we kregen ook Benelli scootertjes. En we hadden zo'n kleine campingbrommetje. En dan was ik 10 jaar en dan haalde ik die uit de garage en ging ik gewoon rondjes in de straat rijden. En ik kom dus eigenlijk helemaal niet uit een motorfamilie. Maar toen ging mijn oom een Harley rijden. En was toch wel verkocht. En eigenlijk zo'n 2 jaar geleden dacht ik, het wordt tijd. Okay. Om hem te gaan halen. Ja. En dan moet het ook een Harley zijn, omdat je oom ermee rijdt? Nee, het moet geen Harley zijn. Ik heb gewoon heel erg
gekeken van wat past bij mij? Wat kan ik goed handelen? En ja, ik wilde eerst voor iets heel anders gaan. Maar mijn moeder heeft me overgehaald om toch even te kijken bij Harley Davidson. En het is een vrij nieuw type van Harley Davidson. Dus ja, ik vond het wel bij me passen. Nou, dat is inderdaad een mooi ding. Ja, we zien hem hier nu even op de camera. Ja, hij ziet er echt mooi. Hij staat sierlijk voor de deur. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke 2 weken in je favoriete podcast-app. TheMotorPodcast.nl. Als jullie zometeen gaan twijfelen over een nieuwe bike, denk alvast na over de vraag: wat zou ik doen met 100.000 euro? Daar ben ik al vooruit, hoor. Ja, okay. Waar het even tot het zo einde. Zo uitgegeven. Tessa, ook voor jou. Wat zou je doen met 100.000 euro? Moet je wel besteden aan je passie. Ja, het moet echt op, hè? Het moet op. Moet het dan een motor zijn of mag het dan iets anders zijn? Nee, als het maar met je passie te maken. Je mag ook een echte gouden helm kopen, maar... Ja, met echte diamanten. Met echte diamanten, ja. Hebben jullie last van vooroordelen? Want ik zag op jullie Insta dat jullie zeiden van... joh, kom eens met wat vooroordelen en met wat vragen voor de podcast. Ja. Hebben jullie last van vooroordelen? Ja, er werd echt volop gereageerd. Echt, ja. Ja, mailbox ontploft, hè, toen we die vragen op Insta zetten. Ja, het is toch nog steeds een beetje ongewoon dat een vrouw rijdt. Bijzonder, waarschijnlijk. Ja, dus er wordt vaak al vanuit gegaan dat je achterop zit. Dat je op een lichte motor rijdt. Dat de motor van je vriend is. Ja, wordt dat vaak gezegd? Ja, dat wordt heel vaak gezegd. Want hoeveel vrouwen rijden er eigenlijk? Weet je dat? Ik ben ondertussen even de cijfers aan het opzoeken. Maar... Ja, jij bent de bodem van de cijfers, hè? Ik weet niet precies de cijfers. Nee. Ik weet wel dat in de laatste jaren... Het vrouwelijk deel dat een rijbewijs heeft gehaald, enorm is gestegen. Nou, er zijn in Nederland 600.000 mensen met een motor, mm-hmm. waarvan ongeveer 208.000 vrouw zijn. 208.000. Er zijn maar een derde. Ruim 200.000, een derde. Ja. Dat is niet 50-50, maar het is best veel. Ja, het is best veel. Ja. En ze zijn nog steeds verbaasd. Gek, ik snap het toch? Ja, en van de vrouwen die een rijbewijs hebben, rijdt het merendeel. Van de mannen die een rijbewijs hebben, rijdt een merendeel niet. Nee. Dus dat is natuurlijk ook alweer, wat rijdt er echt? Opvallend. Ja, dat zijn dan toch wel meer vrouwen, toch? Denk ik. Oké. Okay. Nou, want ik zit zelf bij een traditioneel motorclubje. Hè? En het zijn vooral kerels van een zekere leeftijd. Maar 100 leden ongeveer. Daarvan zijn er maar 5 vrouw. Ja. Ja. En als we een ritje hebben, dan is het 60 motoren. 2 vrouwen de laatste keer. That's it. Oh, ja. Wat grappig. Dus toen dacht ik van hoe zit het dan met die motormeiden? Waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Nou ja, wat we ook wel zien is dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwen die nu een rijbewijs halen is 23. Je zegt een motorclubje op leeftijd. Dat zijn dan... die komen daar misschien ook wat minder snel, kom je wat minder snel tegen. Maar op ons platform, Ja, want ik zag alleen op de Facebook al, weet ik veel, bijna 4000... Klopt. Instagram allemaal is dames. Nog iets erger. Ja, En het zijn relatief jonge meiden allemaal. Althans, jong, tussen de 20 en de 45. Terwijl, zeg maar, bij mannen start het vaak rond de 45. Ja, het is een midlife dingetje. Het is een crisis, hè? Wij starten het gewoon al eerder. Dus, Hebben jullie al eerder crisis? Wij hebben ons hele leven crisis, dat zal het zijn. Oh, vandaar dat jullie al altijd op de motor moeten. Ja. Een van de vooroordelen die ik binnen zag komen is... vrouwen rijden niet door of niet hard door. Dat is onzin. Hoe zou je jezelf omschrijven als rijder, Tessa? Wat het is bij vrouwen, wij kijken gewoon veel meer naar de gevaren. Dus we rijden veel bewuster. Dus misschien komt dat dan wat over dat je niet heel snel rijdt. Maar ik ben denk ik wel gewoon een pittige rijder. Een pittige rijder, oké. Okay. Volgens mij was het ons eerste ritje dat wij elkaar ook zagen... Gingen we naar Assen en we waren een tijdje aan het rijden. We hadden verschillende groepen gezien en er staat inderdaad een hele groep mannen. En we hadden op een gegeven moment gezien, jongens, we gaan er even voorbij hoor. Ja, dat geeft dan toch wel een leuke gevoel. Dan zie je ze ook wel even kijken. Dan komen ze ons voorbij. Ik had net nog iemand die een wedstrijdje met me ging doen. Ja. En zijn vriendin zat ernaast. Moest wel heel hard lachen. En kunnen jullie rijden? Ook zo'n vooroordeel.
Vrouwen kunnen niet rijden, staat hier. Ja, nee, ik kan niet rijden, maar ik heb wel mijn rijbewijs. Ja. Ja. Notabene een man die het zegt, Marco. Hoe kan het? Marco is lid van Motormeiden. Marco, wat gaat er? Ja, wel goed van Marco. Ja. Wat zijn jouw naam? Nee, ja, we hebben allemaal ons rijbewijs gehaald. En ja, we rijden allemaal. Maar ik denk dat iedereen een wat andere rijstijl heeft. Ja. En ja, het is toch een beetje een vooroordeel. Dus dat vrouwen niet kunnen inparkeren. Ja. Ja, er zijn ook een regio mannen die niet kunnen inparkeren. Ja, elke week een deuk rijden. Of, Nou ja, en dat stereotype beeld willen we natuurlijk ook een beetje veranderen bij motormeiden. Er zijn heel veel verschillende type vrouwen die motorrijden. En alles wat tussen, naakt, half naakt in een bikini op een motor zit. En, ja, niks mis mee hoor. Ja, dus alles wat in een bikini op een motor zit of in een aardappelzak. Nou ja, daartussen zit natuurlijk heel veel. En die vrouwen willen we eigenlijk allemaal aanspreken. Okay. Dus jong, oud, blond. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor achtergrond je hebt. En ook het maakt niet uit welke motor je rijdt. Bij motormeiden, ja, kan je gewoon altijd aansluiten. En dat is ook wel leuk, want ja, die gedeelde passie die je hebt, motorrijden. Die brengen wij positief over. We zijn niet van het afzeiken, wat je wel eens bij andere forums ziet of zo. Nee. Jullie gaan echt positief het leven tegemoet. Ja, ze hoort het. Ja, motorrijden onder vrouwen. Ja. Hoe promoten jullie dat dan? Door die leuke interviews. Valerie, jij had onlangs ook nog een gaaf interview, toch? Ja. Met een motormeid. Ik heb een aantal interviews gehouden. Met onder andere een hele stoere vrouw die motorrijdt en bij de brandweer werkt op Schiphol. En ik heb laatst ook met iemand gesproken die aan de montagelijn werkt bij VDL Netcar. Die zet dus auto's in elkaar. Mini Coopers, BMW 1-series. Dus ontzettend stoere dames die een heel leuk verhaal hebben. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ik zag op jullie site toch wel heel wat gave filmpjes. Echt een niveautje hoger dan YouTube, zeg maar. Goed, hè? Echt filmpjes dat je bij jezelf denkt, wow! Zeker even de credits naar Tessa. Ja, zeker. Ja, ik heb een achtergrond in de media. Dus ik werk voor verschillende tv-programma's. Ja. Dat is goed te zien. Ja, en dan denk ik, volgens mij kunnen we hier iets hartstikke leuks neerzetten. Nou, dan schrijf ik een script. Huur ik goede cameramannen in. We hebben natuurlijk fantastische motormeiden. Die zeg maar ook in de filmpjes tevoorschijn komen. Ja. En dan gaan we leuke filmpjes maken. Dus we laten bijvoorbeeld zien hoe snel je van een normale outfit in je motoroutfit kunt terechtkomen. Dan moet je knippen in je vingers of heb je opeens magische motorhandschoenen. Wat hebben we nog meer gedaan? Het laatste filmpje met beschermende stukken in de jas. Oh ja, beschermende motorkleding. Je zeg maar een casual jasje had en deed er motorprotectiestukken in. Nou, had je gewoon zeg maar motorjas. Ja, en we hebben die motorgroet gefilmd met de drone. Ja, we hadden onlangs een topic op motormeiden. Was gewoon een van de motormeiden had dat gestart. Van, goh, is er een motorvrouwengroet? Ja. Bestaat dat überhaupt? Er is toch gewoon een motorgroet? Er zijn er meerdere. Ja, er zijn er heel veel. Maar wat is de twee vingers? Ik ken de twee vingers. Ja. Wat is dan de vrouwelijke versie daarvan? Doe die opzij, doe die omlaag. Omlaag. Ja, maar er zijn echt verschillende. Omlaag staat voor safe drive. Ja. Ik hou mijn wielen op de grond. Ja. En de vrouwelijke versie dan? Ja, die hebben nu maar erin geschoten. Ja. En wordt die al gebruikt? Ja. Serieus? Ja, zeker. De rond. Ja. Oké, dus oproep bij deze. Ben je een vrouwelijke motorrijder met groeten met twee vingers omhoog? Ja, de V van vrouw. De V van vrouw, oké, top. En je had het net over kleding. Als ik in een motorzaak loop, is het de vrouwenkleding is bijna altijd roze. Ja. Zie ik dat dan soms verkeerd? Soms ook heel lelijk roze. Nou ja, ik vind roze niet per definitie mooi voor kleding. Maar waarom moet vrouwelijke motorkleding meteen roze zijn? Ja, dat vragen wij ons ook af. Is er überhaupt keus?
Weinig. Er komt wel steeds meer. Er zijn steeds meer vrouwen die motorrijden. Dus er is steeds meer vraag. Daar kunnen ze steeds meer op inspelen. Dus dat is super tof. Maar het is nog steeds maar. En ja, loop inderdaad een winkel in. En nou, je mag blij zijn als 1/4 van de zaken voor vrouwen is. Ja. En dat is ook een stukje waar wij in willen meewerken. En het beeld willen aangeven van ja, hallo, wij zijn er. En ja, sommige van ons vinden roze fantastisch. Maar sommige van ons vinden roze ook helemaal niks. Net als dat mannen niet per se in blauw willen rijden. Willen we ook gewoon keuze hebben. Dus dat, ja, daar zijn we ook wel mee bezig met dit platform. Om daar een beeld over aan te geven. Heb je het idee dat er naar je geluisterd wordt? Nou, zeker wel het idee dat er op gereageerd wordt. We krijgen ook wel veel, nou ja, het filmpje wat we laatst hebben gehad met de casual kleding naar de protectiestukken erin te zetten. Ja, we worden wel benaderd van hallo, wij zijn er wel. je moet alleen misschien soms even goed zoeken. Maar er begint zeker verandering in te komen. Ja, vrouwen hebben meer verschillende types lichamen. Dus dat is ook gewoon fijn dat daar wat meer op ingespeeld wordt. Ja, de pasvorm is ook gewoon heel belangrijk voor ons. Het is niet allemaal recht toe, recht aan. En, ja. De ene heeft wat vollere heupen, billen, dikkere kuiten. Waar moet je rekening houden met als je schoenen gaat kopen? Ja. Okay. En als je kleding beschermend moet zijn, moet het ook goed aansluiten. Ja. Als jij een te grote jas aan hebt of een vormloze jas die niet goed aansluit. Is niet veilig. Dan is dat ook minder veilig inderdaad. Eigenlijk meteen een oproep aan al die kledingzaken. 1/3 van de klanten bestaat uit vrouw. Ja. Dus 1/3 van je omzet kan ook bestaan uit omzet vanuit vrouwen. Dus zeker. Het verandert die zaak eigenlijk. Ja. Ja. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Andere vraag die we binnenkregen. Hebben jullie vrouwelijke idolen of voorbeelden? Op de motor. Ja. Bestaan er überhaupt vrouwelijke motorcoureurs bijvoorbeeld die succesvol zijn? Of vrouwelijke motorvloggers of vrouwelijke presentatrices? Ja, die bestaan zeker. Rihanna heeft ook een motor. Pink ook, hè? Pink. Ja, dat is een hele stoel. Ja. Mensen, ja. Inderdaad wel een aantal bekende acteurs. Maar ook met de Dakar. Rijden ook een aantal vrouwen mee. Ja, ja, die zijn er echt zeker wel. En daar geven wij inderdaad ook aandacht aan. Aandacht aan. Ja, Mirjam van der Pol onder andere natuurlijk. Die doet het Dakar ieder jaar. Super stoere vrouw. En we hebben onlangs Chimène geïnterviewd. Dat is een van de eerste motorpresentatrices in Nederland. Dat is waar, ja. Dat ook een programma over motoren. En eigenlijk vind ik dat nu alweer op de Nederlandse buis kan. Dat mis ik een beetje. Een programma waar ook, zeg maar, zullen wij dat dan maar gewoon door starten? Een vrouw. Nou ja, Chimène woont hier om de hoek. Oh, echt waar? Ja, dan moeten we die ook maar eens een keer aan de... Peter gaat op de koffie. Een voorbeeld, Peter, van een motor... Een motor, vrouw? Meidvrouw, waarvan ik, nou ja, dat is... Nou ja, van de week stond ik bij de benzinepomp. En er stond een meisje met een motor... En die reed toch een partijtje hard weg. En toen dacht ik, toch even een klein stukje. Ja, dat is hormonaal iets natuurlijk. Dus ik er toch even achteraan. Ja, ik kan het niet laten. En, maar ze reed als een beest. Ja, nee, echt. ik dacht, wow, dit is toch wel even... Ja, ik moest echt wel even... Ik werd er eigenlijk een soort van verliefd op. Dat ik dacht van... Ik had het gezicht nog niet gezien, hè? En ik dacht, zo meteen ziet ze eruit als Tante Sidonia. Maar ze rijdt als een beest. Dus dat moet goed zijn. Dat is echt, Je hebt het niet meer gevonden. Nee, het ging niet. Zat Peter achter je aan? Meld je eventjes bij de motorpodcast.nl. Welk benzinestation was het? Hier bij Hilversum. Als je Hilversum uitrijdt richting Baren. Okay. Ja. Überhaupt, als je een keer mee wil praten, laat het ons weten. Dat kan dus nu via Instagram, @demotorpodcast. Via info@demotorpodcast.nl. Gooi maar deze kant op al je suggesties. De Motorpodcast. Demotorpodcast.nl. Onwijs slakke dames in veel te weinig kleren staat hier. Dat is een vooroordeel. Hoi. Ja, je ziet veel op bekend Instagram. van de kalenders die in de garage zingen. En dat is natuurlijk wel toch al een beetje een beeld wat weergegeven is. Ik denk dat de meeste van die dames ook niet rijden. Nee, die komen voor de fotoshoot en die zeggen van... Je ziet wel eens op YouTube, zie je van die hele knappe dames. En die maken dan ook nog zo'n hele stoere wheelie. Ja, in zeker. In veel te weinig kleding. Denk ik, ja. Ik... Als je valt, is het echt klaar. Dat is dan inderdaad wel. Ik snap wel dat mannen dat leuk vinden, hoor. Ik ook. Ja, ja inderdaad. Maar wij zeggen wel... Kijk, als je er goed uitziet, mag je het echt wel laten zien. Maar kijk, wij willen ook wel promoten. Iedereen rijdt. Niet alleen inderdaad die dames in de bikini. Zo hoef je er niet uit te zien. Nee, ook niet alleen kort pittig kapsel.
wat op de motor zit. Maar ja, er zit een heleboel tussenin. Maar dat is wel een beetje het beeld wat door de kalenders en door veel magazines werd weergegeven. Ja. En we merken ook wel dat daar heel veel verandering in komt. Maar weet je, die vooroordelen, iedereen heeft ze volgens mij wel, ook mannen. Van is dat wel iets voor jou? Ben je er niet veel te oud voor? Of ben je er niet veel te jong voor? Of dat zijn toch alleen maar... dat is levensgevaarlijk? Of ja, die hoor je ook heel veel. Met die, met die vooroordelen. Ja, daarom, over iedere groep valt dan wat te zeggen. Ja. Toch? Dat is, ja, want hoe zit het eigenlijk met levensgevaarlijk? De meisjes, de vrouwen in mijn omgeving, die roepen vooral altijd tegen mij, het is zo gevaarlijk. Nou, laat ze een keertje rijden. Laat ze een lesje nemen. Nou, ik merk echt dat ik ook beter ben gaan autorijden sinds dat ik motor rij. Ik heb geleerd om veel verder voor me te kijken. Ik kan nu veel beter anticiperen op wat er in het verkeer gebeurt. Ik heb nu 3 auto's voor me al in de gaten dat er iemand op zijn mobieltje zit achter het stuur. Dus ja, ik ben eigenlijk alleen maar beter gaan rijden. Ja. Ik denk dat ik alleen maar veiliger ben geworden sinds dat ik motor rijd. Mijn meisje wil het in ieder geval niet. Die heb ik ook een proefles laten doen. Hè? Eventjes op het, afgesloten terrein. En die had zoiets van, nou, ik ga wel achterop. Oké, ze zit wel achterop. Ja, ze gaat af en toe wel mee achterop. Ja. Geef helm. Ja, geen glitterhelm. Nee, helemaal een zwart. Dat is toch ook een beleving. Ja, zo ben ik begonnen achterop bij mijn vader. Ja. Ik heb een tijdje terug ook bij iemand achterop gezeten. Toen werd ik stikzaggerijnig. Ik denk dat als je inmiddels zelf rijdt, dat het toch nog wat lastiger is. We hadden een paar hele mooie bochten. Ik dacht, ik wil hier zelf rijden. Ik wil hier zelf door de bocht. En niet achterop. Maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon helemaal prima. Toch? Ja. Dat, ze heeft als je het daarvan geprobeerd. Dus, Ik heb alles geprobeerd. Alles geprobeerd. Nee, het is niet gelukt. Nou, misschien dat jullie nog even een overtuigend verhaal. Want waarom moeten mij de motor rijden? Ja, het is gevoel, zo ontzettend leuk. Ja. Het is zo magisch. Het is gewoon het gevoel van dat je de touwtjes zelf in handen hebt. Ja. Dus je kan gaan en staan waar je wil. Je bent van niemand afhankelijk. Die snelheid gewoon, voelt zo fijn. Ja, een stukje vrijheid, die wind in je gezicht. Dat je inderdaad zo'n bakbeest onder controle kan houden. Ik vind het fantastisch. Waar rijden jullie, Tessa? Waar rij jij het liefst? Nou, ik vind Nederland, zeg maar. Ik woonde eerst in Amsterdam. Mm-hmm. En in de omgeving, als je buiten Amsterdam gaat, kun je echt prachtig rijden. Zo langs de kust, door de bossen daar van Bloemendaal. Maar ik ben onlangs naar Duitsland geweest met de motormeiden. Daar hebben we een motormeidenbochtenbootcamp georganiseerd. En dat was echt ontzettend tof. Er waren 30 vrouwen hadden zich opgegeven om bochten en bergen te bestieren met de motor. En dat was ook wel echt heel erg tof. Toen zijn we de Moezel ingegaan en... de Moezel. Ik bedoel, we zijn het gebied in de Eifel. De Moezel ingegaan. Ik zat net te denken. Dat is helemaal goed, geloof ik. We zijn lekker gaan rijden daar. Dus dat was echt zo tof. Dat gebied is waanzinnig. Met allemaal haarspeldbochten. Loodrecht naar beneden. Of loodrecht omhoog. En die training was dan 3 dagen. En in het begin... Zat iedereen toch wel met dichtgeknepen billetjes op de motor. Maar aan het einde van dag 1 zag je al dat iedereen met ontzettend grote sprongen vooruit was gegaan. En je zag echt een glimlach op iedereens gezicht. En dat was voor mij ook wel echt heel bijzonder daar in de Eifel. Komt er een vervolg op de motormeiden bochten bootcamp? Ja, er komt zeker een vervolg. En we zijn al bezig met de planning voor volgend jaar. Want afgelopen jaar hadden we ook een hele leuke agenda hadden we samengesteld. Met een circuittraining op Titi Assen. Leuke ritten door heel Nederland. Met een girls ride out. Een leuke workshop. We zouden naar Duitsland gaan, naar een festival. Dat is allemaal niet doorgegaan. Maar we gaan voor volgend jaar gaan we gewoon weer een hele hoop leuke dingen plannen. En hopen we dat wel allemaal doorgaat. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Motormeiden.tv. Veel leuke dingen doen. Ja. Workshops, is dat dan sleutelen aan een motor of wat anders? Dat hebben we ook gedaan. Ja. Dat hebben jullie ook gedaan? Ja, verschillende workshops inderdaad. Sleutelen aan de motor. Weer zo'n vooroordeel. Je hebt als vrouw zijnde geen kennis van de motor. Ja, dat klopt bij mij dan weer wel. Maar dat betekent niet dat we het niet willen leren. Nee. En er zijn vrouwen die echt gewoon ook wel een hele eigen motor in elkaar hebben gezet.
Wat ook niet alle mannen kunnen. Dus nee. Ja, super tof. We hebben daar een aantal workshops. Ja, we hebben toen bij Geratel hebben we zeg maar een leuke workshop gedaan. Dat is een meisje die zeg maar ook de diploma's heeft om tekst en uitleg te geven over sleutelen aan je motor. En door die workshop weet je gewoon waar wat zit. En hoef je ook niet aan het lijntje gehouden te worden door de garage zelf. Dan kan je zeggen, nou, mijn band hoeft nog lang niet vervangen te worden. Of mijn ketting, nou, die zit echt nog wel... die zit echt nog wel goed. Ja. Ik zal jou eens even laten zien waar je moet letten. Dat kan je dan zeg maar zeggen. Ja. Valerie, jouw leukste motormoment? Wat was jouw... op de bocht de bootcamp of iets anders? Nee, daar was ik helaas niet, oh, bij. Was je niet bij. Nee, helaas niet. Ik denk dat die nog moet komen. Maar wat ik altijd heel leuk vind is dat er... dat de kinderen naar je zwaaien of zo. Dat vind ik zo schattig. Ja. Ja. Sowieso het zwaaien. Dat tenminste het groet. Ja, het groet is. Daar hadden we het net al eventjes over. Dat blijft toch ook een soort van magische als mensen. Als ik echt het moment moet kiezen. Eigenlijk vind ik al mijn ritjes tof. En ik, ja. Maar als ik het moment moet kiezen. Ik was met de bus naar mijn motor gegaan. Motor gekocht. En ik ga weg. En gewoon, ik ga de straat uit. En er komt iemand anders op de rotonde aangereden. En die stikt zo zijn hand uit. En ik dacht, oh, yes, ik hoor erbij. Yes, ik hoor erbij. Dit is nu ook. En ik mag terugzwaaien. En oh, dat moment. Ja, ik denk dat dat misschien wel voor iedereen geldt. Maar dat is zo fantastisch. De eerste keer dat inderdaad iemand naar jou zwaait. En dat je erbij hoort. Ja. Sowieso. Ja. 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 Hey, en zijn jullie motoren ingezegend? Daar zag ik ook nog iets over op jullie site. Ingezegend? Ja, de motor moet ingezegend worden. Is die van jou ingezegend? Nee. Dat kon je doen in Limburg. Moet nog naar in Limburg? Ja, dat kun je doen in Limburg. Ja, is ieder jaar een jaarlijks evenement. En dan kan je naar een speciale kerk kun je dan rijden. En daar staat dan een priester die jouw motor inzegent. En was een van de evenementen. Doen we zeg maar aankondigen wat voor evenementen er zijn. In januari, februari, het hele jaar door. En kijken we waar wij dan heen gaan. Of wat leuk is voor de rest van de motormeiden. Het hoeft niet altijd een motorgerelateerd evenement te zijn. Want... Nou, ik zit nu te kijken naar die foto van dat inzegenen. Maar daar moet ik wel een beetje om lachen. Maar goed, misschien dat ik een keer naar Beuningen moet, zie ik. Maar een beetje ludieke acties houden we ook wel van. Het hoeft niet altijd zo serieus en... Ja. De positiviteit straalt echt van jullie socials, van YouTube, van de site af. Ik vind dat wel tof. Ik ook vind zeker. Wel belangrijk. En modeshows. Modeshows motorbeurs. Want ik moet ook nog even een paar sokken bestellen bij jullie. Vind dat wel cool? Ja. Motormeiden sokken. Ja, ook. Kun je bestellen op motormeiden.tv. Een echte man. Hè, Ries, een echte man draagt ook motormeiden sokken. Ja, sowieso. Oké, dat is duidelijk. We gingen ze lanceren tijdens de Motorbeurs Utrecht. Hadden we een grote stand. En we hadden een nieuwe kledinglijn, de Limited Edition. En dat was een leuk t-shirt en sokken en een scarf. En we dachten, hoe kunnen we dat nou op een leuke manier laten zien aan de man en aan de vrouw brengen, zeg maar. Ja, toen dacht ik, volgens mij is er een modeshow. Dat wordt helemaal niet gegeven op de Motorbeurs Utrecht. Nee. Dus toen hebben we een oproepje gezet op motormeiden. Toen kwamen echt een hele hoop reacties. Ik denk wel een stuk of 50. Nou, toen hebben we al die motormeiden uitgenodigd. En de motormeiden zelf mochten in de outfits lopen om te laten zien wat het was. En de moeder van Enzo Knol, die is ook helemaal weg van motorrijden. Ja. En die zei, goh, mag ik ook meelopen? Zei, ja, tuurlijk. Dus zij was de vlaggenhoudster. Zij stond voorop met de modeshow en zwaaide met de vlag. En er waren echt heel veel mensen die gingen kijken. Dat was echt hartstikke leuk. En natuurlijk gelijk een mooie manier om te laten zien dat het voor iedereen is. Ja. En niet alleen voor jonge meiden of voor wat dames op leeftijd. Alles rijdt ook met ons mee. Vrouwen. Van 18 tot 70 plus, 80 plus. Want laatst ook een dame die volgens mij nog in de 60ste pas haar rijbewijs heeft gehaald. Ja, super tof natuurlijk. Dus met die modeshow ook laten zien dat iedereen erbij hoort. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke 2 weken in je favoriete podcast-app.
demotorpodcast.nl. Zijn er nog binnenkort evenementen waar we jullie tegen kunnen komen, Tessa? Ja, zeker. De derde zaterdag van september, 19 september... dan hebben we een leuke rit gepland in Barneveld... en de omgeving van de Hoge Veluwe. En ook de mannen zijn daar welkom. Er wordt vaak gevraagd, goh, kunnen wij ook een keertje meerijden met de motormeiden? En nou ja, dit is het moment. Aanmelden kan via motormeiden.tv. Ja, daar hebben we een inschrijflink en kunnen maximaal 50 mensen deelnemen. En het zit dus altijd wees zo je snel bij. Ja, want ja. Het gaat altijd hard. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ik zag ook op jullie platform dat jullie bij de motormeiden partners... er staan echt, nou, daar staan geen lullige merken. Er staan zo'n beetje alle grote motormerken. Hoe is jullie band met die motormerken en wat doe je eraan? Ja, we hebben ambassadeurs die het motorplatform steunen. En daar zijn we echt super blij mee. Merken zoals BMW, Suzuki, Yamaha, Chromeburner, Biker Outfit. Nou ja, noem het maar op. Een hele hoop gerenommeerde motormerken en zaken. En zeggen, nou, we vinden het zo tof wat jullie doen. Wij supporten jullie als platform. En we gaan ook kijken hoe we de vrouwen beter kunnen bedienen. Dus wat wij dan doen, ik zit dan aan tafel met die grote motormerken. En zeg, nou ja, jullie hebben een nieuw model. Het is leuk als die motormeiden dat gaan uittesten. Maar die motoren die zijn vaak veel te hoog voor ons. De gemiddelde lengte is rond de 1,70. En de gemiddelde motor is gemaakt voor mensen van 1,80. Dus dan zeg ik, goh, wat kun je eraan doen om zodat wij wel op die motor kunnen rijden? Kun je hem verlagen? Is er nou ja, een andere mogelijkheid zodat we hem wel kunnen testen? Krijg je dan gehoor of krijg je dan wel ook wel eens nee van dat doen we gewoon niet, punt? Ja, soms is het een nee, want soms is het niet mogelijk bij een motor. Nee. Maar op het moment dat het mogelijk is bij een motor, ja, dan wordt daar ook gewoon uitleg over gegeven wat wij dan inderdaad weer door kunnen spelen. Ik heb helaas een hele gave motor moeten afslaan om te testen. Omdat ik gewoon te klein ben. Want, vertel. Ja, Triumph Rocket R3. En dan kreeg ik ook nog de grotere variant mee. Ja, dat ging hem gewoon niet worden. Motor, hè? Dat is echt een kanon. Dat is een kanon. Dat is echt een kanon, ja. En die man die zegt tegen mij... Ja, hij zegt... ik moet al werken op die motor, dus laat staan jij. Ik denk, ja, oké. Zal ik maar... blokjes op de step is, joh. Net als vroeger dat je met een kinderfiets... dan deden ze ook gewoon die vierkante blokken op de trappers. En dan kon je erbij. Dan waarom je lullig als je in een kuiltje belandt, weet je wel. Dat je zo met je voeten naar achter moet duwen. Ja. Ja, 300 kilo, dat is wel lastig, hoor. En dan ik reed van de week met iemand... Oh, hij vindt het echt niet leuk dat ik dit nu vertel. Maar zijn motor is ook een klein tikje te groot. En hij wilde een stoepje af. Maar ja, dan ben je helemaal je ondergrond kwijt. En dan ging echt een slow-mo opzij. Dus ik weet niet of de blokjes zo'n veilige idee is. Nee, maar dat is voor een keer, hè, om even een keer proef te rijden. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ja, dan moet ik het nog even hebben over de beentas, hè? De motorbeentas. De motorbeentas. De motorbeentas. Ja, is handig. Een hele dingetje. Ja, zeker. Ja, kijk, als man zijnde stop je altijd alles in je zakken. Normaal gesproken al. Hè. Casual. Als vrouw zijnde heb je toch vaak een tasje bij je. Of voor je spulletjes. Spullen, voor de dames, een motorbeentas. Ja. Ik vind het goed gevonden. Nou, er kan even je portemonnee in. Je lipglossje kan erin. Losgeld voor het pontje. Ja, eigenlijk heel de handige dingen. Je kan er heel veel kooi erin doen, want ik heb hem uitgetest. Van een t-shirt, een appel, een flesje water. Mijn fototoestel ging er ook zelfs nog in. Er ging echt een hele hoop in. Of het allemaal veilig is om in dat tasje te doen, dat is een tweede. Dat zou ik niet allemaal doen. Maar ja, dat is wel handig natuurlijk. Dat het gewoon op je been zit en niet op je rug. Ja. Hoe ontstaat zoiets, Tessa? Zitten jullie dan gewoon een beetje te brainen en op een gegeven moment is van... Een beentasje, dat moet er komen. Ja, dat moet op onze site inderdaad. Ja, nou ja, het ontstaat zeg maar vaak... wat we al zeiden, de motormeiden zelf... die maken het platform ook en maken wat wij ook verkopen. Er kwam zeg maar een vraag van... Goh, hebben jullie niet een handig beentasje? Toen dacht ik, hè, beentasje? Hoezo? Ging ik eens kijken van, oh, dat is een beentasje. Ik dacht, ja, verdomd handig. Maar ja, die is niet speciaal voor vrouwen. Want ik zie hier gewoon, dat als je een racepak hebt zonder zakken... dan is een motorbeentas schijnbaar ook heel handig. Ja.
Al dus internet, jongens. Ik verzin het niet zelf. Zeker, maar ja, niet alle motoren zijn geschikt om makkelijk bagage mee te nemen. En je wil ook niet per se altijd met een tanktas of zo'n rugzak op je rug. Ja, ik vind dat totaal niet prettig. Zo'n beentasje is toch net eventjes wat handiger. En ja. De motorbeentas. Ja, de motorbeentas. Ja, we zijn bezig met heel veel andere nieuwe dingen voor in de webshop voor volgend jaar. En de opbrengst van die webshop, daar proberen we zeg maar de motormeiden evenementen mee te bekostigen. Zodat het zeg maar de kosten een beetje laag blijven, zodat iedereen mee kan doen. Dus dat is de achterliggende gedachte achter het t-shirt en de sokken en de scarf. We zijn natuurlijk geen vereniging of club waar je een contributie bij betaalt. Waar normaal gesproken de ritjes van georganiseerd worden of alle andere leuke dingen. Dus op deze manier is het toch een beetje ruimte voor ons om wel wat te gaan organiseren. En dat ook. Ja, en jullie kunnen nog flink groeien. Want als er dus 208.000 vrouwen zijn met een motor. We hebben nog een weg te gaan. Dan heb je nog een weg te gaan. Maar jullie platform ziet er al zo professioneel uit met al behoorlijk wat volgers. Dan denk ik bij mezelf, dit zou zomaar eens professioneel kunnen worden. Professioneel in de zin dat je betaalde redacteuren hebt. Is dat ook de bedoeling? Nou, daar gaan we toch voor. Dat zou echt heel leuk zijn. Maar daar moeten zeg maar de motormerken moeten eigenlijk nog meer aandacht aan de vrouwelijke doelgroep dan gaan besteden. Want nu is het toch nog steeds een beetje een ondergeschoven kindje. We zijn nog steeds niet belangrijk genoeg, zeg maar. Maar misschien zien we dan nu, en daarom hebben we nu ook de podcast met jullie. Maar misschien zien we ook gewoon te weinig bijvoorbeeld Ximenes van deze wereld en Mama Knol rijden. Ja. Jullie mogen best wat meer van je laten horen, denk ik dan. Ja, nou ja, sinds kort liggen we ook in de winkels. Met onze. Ja, we zijn niet alleen via de webshop onze t-shirts te kopen, maar ook via een aantal winkels. Verspreid over heel Nederland. Dus in die zin was wel wat zichtbaarder. Oh, de plaatsnamen Amsterdam, Rotterdam. Bijke Outfit in Amsterdam. Okay. Harley Davidson in Rotterdam. En in Gent. Amsterdam. En in Gent, in België. Ja, België in Duitsland. En Motorport. In Motorport. Paula's Motorkleding. Motorport Leeuwarden, sorry. In Duitsland zitten we ook. Eindhoven, Bieker. Ja. Riders Vision. En je moet het ook een beetje van elkaar hebben. Weet je? Als je nu een vrouw bent en je luistert naar de podcast en je wil een keer meepraten, geef je op. We nodigen je graag uit in de studio als je hartstikke wilt. Gezellig. Praat over je passie. Ja, toch? Ja, als jullie nou wat meer vrouwen ook uitnodigen. Gaan we doen, tuurlijk. Ja, we kunnen jullie wel helpen aan leuke verhalen, hoor. Want wij spreken er genoeg. Nou, bij deze afgesproken. Ja hoor, kom op. En dan krijgen we die 100.000 ook echt. Ja, nou, wij zijn zo professioneel. Ze hebben nog niet. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Stel. Je krijgt 100.000 euro. Ja. En je moet het helemaal opmaken aan de motor. Ja, Michelle, wat ga je doen? Ja, ik zou toch wel graag een garage in beheer willen. Een soort van clubachtig huis. Maar ook gewoon met spullen dat iedereen daar lekker kan gaan sleutelen. Maar dat we daar ook een beetje kunnen gaan verzamelen. Dat lijkt mij wel heel leuk. Ik kan niet sleutelen, maar ik wil het wel heel graag leren. Ik heb nu niet de mogelijkheid om mijn kennis bij te houden. Dat zou ik wel heel tof vinden. Inderdaad. Het is wel toevallig dat je dat zegt. Want vorige keer hadden we de aflevering met Bart van Motor Social. En die zei, die heeft dus zijn eigen werkplaats. Echt prachtig. Als je die aflevering niet geluisterd hebt, ga hem vooral nog even luisteren. Aflevering 6. Mm-hmm. En die zei, ja, met 100.000 euro. Ik dacht, nou, die gaat zijn garage uitbreiden. Die zei, ik ga pitbike organiseren. Jij gaat dus een garage beginnen. Ja, ik zou dat wel heel leuk vinden. Okay. We komen nu op het platform samen. Maar hoe gezellig is het om gewoon even samen een beetje te sleutelen. En elkaar daarbij te helpen. Ik ben nog steeds wel heel blij met mijn motor. Ook al zit er wat roest op. Dat zou ik dan toch wel weg willen hebben. Maar nog een off-road motor erbij. Of je hebt in Rotterdam ook die dirtbike flat track. Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden om daar een keertje mee te kunnen rijden. Oké. Okay. Valerie, gaat jouw 100.000 euro bij de schuur, bij het clubhuis, bij de garage? Of ga je iets anders doen? Ik ga wel wat anders doen. Maar als je eroverheen komt, dan wil ik je graag wat lenen, hoor. Nou, ik zou heel graag... Nou, die is ook uit het team.
Nee, dat krijg je natuurlijk. Nee, ik zou heel graag willen reizen. Ik zou met de motor door Zuid-Amerika, ja? Noord-Amerika willen rijden, Westkust of zo. Ja, dat lijkt me echt heel gaaf. Nou, mijn neefje krijgt sowieso zijn rijbewijs en een hele dikke motor. Ik zou zelf nog wel een dikke motor willen. Naast de Harley? Naast, ja, nog een dikkere Harley of zo, of een Indian. Ja. Oh ja. Ik zou denk ik ook... Nee, ja, 100.000 is al op. Je moet van mij lenen. En die Harley's zijn wel heel duur in verzekeringen. Hè? Dus als je dan die 100.000 euro, dan zit je daarna natuurlijk weer... Dat kan je laten sponsoren natuurlijk door Motormijn. Een beetje commercieel. En ik denk dat ik ook wel iemand anders ga verblijden. Met een motor. Ja, iemand die het heel goed zou kunnen gebruiken of zo. Dat ik daar een motor aan weggeef of zo. Even gauw rekenen. Eén dikke Harry erbij. Dat is 35k. 35.000 ongeveer. Dat neefje. Dat neefje moet een rijbewijs. Zit het dan op 2000? 2000-3000? Ja. Kan dat? Ja, 2000 euro heb je wel. 1500, 2000 euro. En een motor, wil die dan ook? Oh ja, een motor. Moet die dan ook een grote, dikke Harley? Of... Want dan... Nee, dan... Ja, hij krijgt een Harley. Nee, doe maar een Yamaha of zo. Okay. En dan nog naar Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, hele dikke reizen maken. Ja, ik probeer even te rekenen. Hoeveel is er dan nog 15.000 of zo. Zo'n reis. Nou ja, dan kan ik hele mooie reisverslagen maken. Ja. Voor motormeiden.tv. Ja, nou, volgens mij ben je er wel doorheen, hoor. Dus Tessa ook weer blij met een leuk verslag uit Zuid-Amerika. Ja. Wat zou jij doen met 100.000? Ja, wat ik ga doen met 100.000 euro? Nou, ik zou het wel heel tof vinden om dat motorfestival voor vrouwen op te zetten. Oké. Okay. Ja, dan heeft iedereen daar wat aan. Wat kost Pink ook alweer als die eventjes 20 minuten zo komt treden? Dus volgens mij gaat het dan hard, hoor. Dan komt ze net cola drinken, denk ik. Ja, bij. Ik wil dat zeggen. Ja, Pink of Rihanna. Ja, dat is wel een dure bedoeling. Ja. Ja, we gaan natuurlijk niet zomaar voor een artiest. Hè. We gaan natuurlijk wel inderdaad voor Pink. Droom, we moeten gewoon eens kijken naar echt gewoon een Nederlandse bekende motormeiden. Laten we gewoon eens een speurtocht houden. De Chimène. Brigitte Schuurmans. Ja, Brigitte Schuurmans. Ja, okay. Nou, bijvoorbeeld... Moeten meer meiden in de podcast, hè, Peter? Ja, die Brigitte stond bij jullie ook op de site, hè, met een filmpje. En die vroegen ze van, wat is je favoriete motor? Toen zei ze, ik wil een motor die in huis kan staan. Dan dacht ik, vrouw naar mijn hart. Oh, echt geweldig. Ja. Jij hebt je Chrysler nu hier in de studio staan. Ja, super. Ik kan maar weinig vrouwen vinden die dat kunnen waarderen. Om zo'n stinkend ding. Dat was het eerste wat ik zag toen ik binnenkwam. Ja. Maar goed, vind ik toch leuk als vrouwen dat ook leuk vinden. Dat je de motor gewoon in de huiskamer zet. Het is überhaupt leuk om je passie te delen, toch? Met je partner. Dus, Nou, we zijn er doorheen. Aflevering 7. Binnenkort gaan we dus met de Mag praten, de motorrijdersactiegroep. We hebben het circuit trainen nog op de rit staan. Die moet je zeker luisteren, want we gaan een toffe prijs weggeven. We gaan nog meerijden met de protestrit voor de Vrije Wegen. Ja. Nog een kleine oproep. Ken jij of ben jij een motoragent? Meld je eventjes bij info@demotorpodcast.nl. We zijn op zoek naar een motoragent die eens een keer wil praten over zijn passie of haar passie. Haar passie. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Wel iemand, hoor. Staat ook nog een interview bij de politie. Ja. Kijk, ze helpen elkaar een beetje. Ja. Als je het nou leuk vindt, deze podcast, laat eventjes je mening achter in de app die je gebruikt. Dat kunnen we heel erg waarderen. Of deel hem gewoon. En als je het niet leuk vindt, mag je het ook laten weten. Dan gaan we proberen om hem beter te maken de volgende keer. Hij is gratis. Abonneer je en dan zijn we er over 2 weken weer met de Motor Podcast. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke 2 weken in je favoriete podcast app. demotorpodcast.nl